Het liefdesverhaal van Robert Leroy en Jamie de Boer, dat enkele maanden geleden tot een einde kwam, blijkt nu een wending van drama en bedrog te hebben gekregen. Robert onthult in een exclusief interview met weekblad Story de schokkende waarheid: Jamie is zwanger van een andere man. Een onthulling die de hele situatie in een nieuw, pijnlijk perspectief plaatst. Het leek allemaal zoveelbelovend voor Robert en Jamie: ze waren van plan om in het huwelijksbootje te stappen en hun gezin uit te breiden met een baby. Echter. Na vijf jaar samen te zijn geweest, kwam er onlangs abrupt een einde aan hun relatie. De reden voor deze breuk bleef aanvankelijk vaag, maar nu wordt duidelijk dat Jamie al een ander had gevonden nog voordat de relatie officieel was beëindigd. In het interview vertelt Robert hoe Jamie hem misleidde. Ze vertelde hem dat ze wat tijd voor zichzelf nodig had en tijdelijk bij haar moeder wilde wonen om dingen op een rijtje te zetten. Robert, hoewel teleurgesteld, respecteerde haar keuze en vroeg haar openhartig of er een ander in het spel was. Jamie ontkende dit echter stellig. Robert herinnert zich hoe Jamie nog aanwezig was bij zijn jubileumconcert in huis Terduin, ogenschijnlijk trots en betrokken, terwijl haar gedachten al ergens anders waren. Het was een harde klap voor Robert toen hij anderhalve maand later via via te horen kreeg dat Jamie zwanger was van een andere man. De manier waarop ze het nieuws bracht, zonder persoonlijk contact, getuigde van gebrek aan respect en eerlijkheid. Robert voelt zich bedrogen en vernederd door het feit dat Jamie al die tijd iets voor hem verborg. De snelheid waarmee Jamie een nieuwe relatie vond en zwanger raakte, doet vermoeden dat deze affaire al veel langer speelde. Robert voelt zich niet alleen bedrogen door Jamie, maar ook door het feit dat hij al die tijd in het duister tastte over haar ware gevoelens en intenties. Het is een verhaal van gebroken vertrouwen en gekwetste gevoelens, waarbij Robert nu geconfronteerd wordt met de harde realiteit van de situatie. Voor hem is het duidelijk, Jamie heeft het op een uiterst bedriegelijke manier gespeeld en de pijn van deze ontdekking zal niet snel vervagen.